drugs worden misschien eerder geassocieerd met dit soort muziek. Dan met dit genre. Toch is drugsgebruik onder componisten van klassieke muziek geen onbekend verschijnsel. Het bekendste voorbeeld is Hector Berlioz, die leefde tussen 1803 tot 1869. Hij was een Franse componist, een van de belangrijkste en meest vernieuwende vertegenwoordigers van de romantiek, en hij was een hartstochtelijke gebruiker van drugs. Berlioz was verslaafd aan opium. Dit bleek uit een fragment uit een brief die hij naar zijn vader schreef. Als ik mezelf in de spiegel bekijk, dan ervaar ik vaak abnormale impressies van iets wat ik niet kan plaatsen. Zijn drugsverslaving kwam ook tot uiting in misschien wel een van zijn bekendste werken. Zijn symfonie Fantastiek uit 1830 gaat namelijk over de ervaring van een opiumtrip. Deze symfonie vertelt het verhaal van een jonge man met liefdesverdriet die zelfmoord probeert te plegen met een overdosis opium. De zelfmoord mislukt en in plaats daarvan ervaart de protagonist een reeks van visioenen over liefde en nachtmerries over heksen. Dit stuk wordt beschreven als de eerste psychedelische symfonie in de historie en de eerste muzikale beschrijving van een trip. De invloed van deze symfonie was dermate groot, waardoor dat ook buiten de muziekwereld werd uitgedragen. Zo ontstond er een nieuwe levensstijl die nog niet eerder was vertoond in de stijve en nette wereld van de klassieke muziek. Deze houdingen maakten plaats voor een ruigere manier van leven, die gekenmerkt werd met elementen als lang haar, onverzorgde kleding, nachten doorhalen, veel drank en een gulzige nieuwsgierigheid naar drugs. In de brief naar zijn vader legt Berlioz ook uit waarom hij deze levensstijl heeft aangemeten. Wanneer ik heel erg gestrest ben, dan is de enige oplossing 10 druppels van opium om alles even te vergeten. Daarnaast zouden drugs hem helpen bij het creatief nadenken tijdens het schrijven van muziekstukken. Dit is in ieder geval in zijn symfonie Fantastiek gelukt door een drugservaring in zijn stuk te laten weerklinken. Iets wat in die tijd nog niet eerder was gedaan.